Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Siep Stoffenlesje. Deze week wil ik het met jullie hebben over de stonewashed, oftewel de gewassen katoen. De gewassen katoen is een vrij nieuwe stofsoort. Die is nog niet zo heel lang in het land. Maar het is wel een hele mooie stofsoort. En daarom wil ik het deze week met jullie hebben over de stonewashed. Stonewashed, wat is het nou precies? De naam zegt het al een beetje. Het is een gewassen katoen, stonewashed, dus met steen wordt het gewassen. Het wordt op dezelfde manier geproduceerd als bijvoorbeeld de jeans. De jeans heeft ook dat falen effect, zeg maar. Dat wordt ook met stenen gewassen. En het wordt ook echt letterlijk met stenen gewassen. Je moet het voor je zien als een hele grote trommel. En daar gaan verschillende soorten puimsteen in. Je denkt, wat is puimsteen? Puimsteen is een soort lava-achtige steen, waardoor het heel licht is. Je kunt je voorstellen, als je het met hunebedden gaat wassen, dat je, dat je er gaten in krijgt en dat het slijt. Dus dat doen we niet. Het wordt met echt hele lichte steen, verschillende soorten steen. Op die manier kun je ook verschillende effecten creëren bij de stonewashed. En daardoor heeft dat echt dat gekreukte, een beetje fale, natuurlijke effect eigenlijk. Dus zo wordt het geproduceerd. Doordat de stonewashed in het productieproces al best wel heet gewassen wordt, heeft het ook als voordeel dat het eigenlijk nauwelijks krimpt. En daardoor, doordat je het zo heet kan wassen, wordt het voor beddengoed bijvoorbeeld heel veel gebruikt, maar ook voor kinderkleding. En daarna kun je het ook gewoon lekker op 60 graden wassen. Dus dat is een heel groot voordeel van de gewassen katoen. Ook een groot voordeel is de soepelheid, zeg maar. Stel je hebt een gewone katoen of een stonewash katoen. Het verschil daartussen is echt de stugheid eigenlijk. De gewone katoen is echt een stuk stugger. Dus als je net overhemd wil maken, dan zou ik voor de gewone katoen gaan. Maar wil je lekker naar het strand en je wil een overhemd voor op het strand hebben, zeg maar, dan zou ik bijvoorbeeld voor de stonewash gaan. Het gaat een beetje qua feel, zeg maar, bijna naar de linnen toe. Het is ietsje dikker als linnen, maar het heeft wel diezelfde rustieke... Ja, dus uitstraling eigenlijk. Een beetje natuurlijke uitstraling heeft. Dus dat is een heel groot voordeel van de stonewashed katoen. Voor het verwerken van de stonewashed katoen zou ik adviseren om gewoon een universele naald te gebruiken. Die hebben we natuurlijk in verschillende soorten en maten. Je kan het ook met spelden kun je het verwerken. Dus het hoeft niet per se met clipjes, kan ook gewoon lekker met spelden. Wat ook nog een voordeel is van onze stonewashed gewassen katoen, is dat het een Oekotex keurmerk heeft. En daar heeft niet iedereen van gehoord, maar bijna al onze stoffen hebben een Oekotex keurmerk. Dat wil zeggen dat het niet met schadelijke stoffen wordt geproduceerd. Dus er zitten geen ziekteverwekkende stoffen in. Het wordt allemaal heel goed getest en het wordt zo grondstofarm mogelijk geproduceerd. Dus het wordt gemaakt eigenlijk op een zo natuurlijk mogelijk, op een natuurlijk mogelijke manier. Dus dat is ook nog een heel groot voordeel van de stonewashed katoen. Nou, ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. En bedankt voor het kijken. Laat vooral reacties achter. Dat vinden we hartstikke leuk. En tot de volgende keer weer. Doei doei!